girl. She puts the color inside of my world. But she's just like me. Sander, Bites and Beats, 8e editie. Klopt. Volgens mij. Hoe loopt het tot nu toe? Ja, op dit moment gaat het goed. Alles staat, alles loopt. De stroom doet het, water doet het, bier stroomt, frisdrank stroomt. Dus ja, de mensenstroom loopt ook. Dus ja, alles stroomt. Een dag van een combinatie van muziek, eten, drinken, veel gezelligheid. Ja, hoe benader je deze mensen en wat is toch weer dit, een hele organisatie? Ja, we hebben dit ook gedaan met een filmpje ook van jullie en via Facebook, de krant. En voornamelijk, ja, Instagram en Facebook, dat is toch wel social media wat heel erg loopt. En de mensen zijn er ook gewoon weer aan toe om gewoon een gezellig festival te hebben met leuke muziek, leuke hapjes, ongedwongen sfeer. En lekker in je achtertuin in Heemskerk. En dat hebben we natuurlijk al 7 keer gedaan. En nu eindelijk weer konden we. En dat ziet er goed uit. En wat is zo speciaal aan deze dag? Nou, het is voornamelijk dat we best wel lokale bands hebben. En de hapjes komen ook uit de buurt. Dus ja, het is voor de IJmond is het wel een heel lekker verhaal. Ja, maar dat zijn lokale ondernemers die hier staan met hun ja, het zijn ondernemers, zijn ondernemers uit Heemskerk. Zijn er ook een paar verder weg. Maar de meeste komen uit de buurt. Zoals we Spirit of Wijn hebben we uit Heemskerk. Het dorp staat er. Middelarts Gerechten, die komt uit Heemskerk. Of uit Geest. Ja, zo hebben we nog Brasserie 38, die komt ook uit Heemskerk. Dus ja, we hebben echt wel de lokale ondernemers benaderd of ze wilden staan. En dat is goed bevallen. En de beats, zeg maar, de muziek? Ja, de beats, dat zijn lokale singer-songwriters. Mats van der Zon komt, Zoe komt, Second Rule. Komt een beetje, ben ik even kwijt hoe ze heet. Dat kan. Dice of zo. Ja. Serious Fun komt ook. Zij komt ook van Goed voor Mekaar. Dus, en we hebben een soort van Ibiza-markt eromheen, ook hartstikke leuk. Ja, dat hebben we sinds 2019 gedaan. Om een beetje wat meer show te geven aan het hele verhaal. Dat het niet alleen muziek en eten is, maar dat je ook nog wat hebt om te kopen en te lopen. En even een rondje lopen, allemaal leuke dingetjes. Leuke hebben dingetjes, kleine dingetjes, wat een beetje de zomerse sfeer weer thuis brengt. Daughters will love like you do. Girls become lovers. Nou Maaike, jullie zitten hier hartstikke gezellig met elkaar. Ja. Ik spreek jullie net aan van, goh, wat een heerlijke dag, gezellige dag. En jullie zeggen van, ja, wij zijn de band, wij gaan straks optreden. Ja. Kun je je voorstellen en welke band jullie zijn en wat voor muziek jullie brengen? Ja, wij zijn Serious Fun. We zijn een zeskoppige band en wij spelen pop-rock covers. En wij gaan zometeen om 3 uur gaan wij een feestje bouwen hier. En naast mij zit Belinda, dat is onze drumster. En Leon, dat is onze nieuwe toetsenist, dus die speelt vandaag voor het eerst mee. We zijn ongelooflijk blij met hem. En dan hebben we Martijn op het hoekje, dat is onze gitarist. En Esther is onze bassiste. En Sen is onze andere gitarist. Ja. En is dit de eerste keer dat jullie optreden hier bij Bites and Beats? Het is de eerste keer dat we bij Bites and Beats optreden. Maar we hebben in Heemskerk en omstreken al vaker opgetreden. Dus we kennen een beetje het klappen van de zweep en de gezelligheid die we hier met elkaar neer gaan zetten. Ja. En hoe ervaren jullie nu tot nu toe de sfeer en de locatie? Ja, de locatie is natuurlijk fantastisch. Hè? We hebben zo'n kasteel, de sfeer is gezellig. Het is prachtig weer, niet te warm, niet te koud, geen regen. Dus wat willen we nog meer? Dus ons wordt het heel leuk. Jullie staan vandaag hier op Bites and Beats. Ja. Kan je vertellen wie jullie zijn en wat voor lekkers wij hier allemaal kunnen kopen? Ja, wij zijn van Klein Geluk Ontbijt en Lunch hier uit het centrum. En wij zijn volledig vegan, glutenvrij, dus ook lactosevrij. En wij staan vandaag met pannenkoeken, smoothieballs en andere zoetigheden, smoothies. Dus leuk om de rest van Heemskerk ook kennis te laten maken met ons. Jullie zijn een lokale ondernemer, dus jullie komen uit deze buurt. Zeker. Want waar zitten jullie? Op de Maarten van Heemskerkstraat, 25A. En is dit de eerste keer dat jullie hier aan meedoen? Ja, zeker. Überhaupt de eerste keer op een festival.
En voor ons is het leuk om eens te kijken hoe dat gaat. En hoe bevalt het tot nu toe? Ja, super gezellig. Leuke mensen, goede sfeer. Aad, vandaag een mooi festival, Bites and Beats. Ja. De achtste keer dat dit georganiseerd wordt. Ja. Alweer een tijdje geleden, hè? Die corona zat ertussen. Ja. Geweldige dag. Ja, fantastisch. Ik heb met Sander even gesproken, Sander van het dorp, die ook in de organisatie zit van dit verhaal. Ja, en die zegt ook, we hadden het eigenlijk niet beter kunnen treffen. Het is prachtig weer, het is niet te warm, de temperatuur is goed. En ja, en na drie jaar zijn mensen die zijn er weer aan toe om dit te doen. En je ziet wat de opkomst is, het is nog vroeg. We verwachten nog echt wel een heleboel mensen bij. Ja, het is fantastisch. Ja, en dan die driehoek van bites, hè, eten, ja. Drinken, muziek, de beat. Ja. Maar ook de gezelligheid. Zeker. Geweldig dat al deze mensen hier bij elkaar komen en die opkomst. Het is een beetje de opwarmer straks voor de kermis die gaat komen. Ja. Daar verwachten we natuurlijk ook wel een heleboel van. Je hebt natuurlijk gehoord dat de harddraverij al een kaart in de voorverkoop doet. Dus dit is dan een mooie opwarmer. Ja. En ook een item tijdens dit evenement is duurzaamheid. Ja. De organisatie heeft gezegd, we willen dit duurzaam aanpakken. Hoe heb je dat als bezoeker hier gemerkt? Nou, het eerste wat je daarin ontdekt en waar je mee geconfronteerd wordt, is dat je bij de ingang een glas mee krijgt. En dat is hetgeen wat je dus constant meedraagt, wat je in kunt wisselen. En dat is natuurlijk het eerste wat zichtbaar is. De manier waarop ze hier gesitueerd zijn en de manier waarop de voorziening is wat betreft de energie, daar is ook aandacht aan besteed. Maar als bezoeker is dit hetgene wat je als eerste meemaakt. Ik ken het, ik kom wel eens in Hongarije en daar is dit al gemeengoed. Als je een festival bezoekt, dan is dit eigenlijk gemeengoed dat je bij de ingang een glas krijgt wat gedurende het hele festival jouw glas is. Je hebt nog iemand naast je staan. Ja, ik geef de microfoon over. Misschien de microfoon even voorgeven. José, hallo. Ook een geweldige dag natuurlijk. Hoe heb jij het tot nu toe ervaren? Nou ja, het is op zich natuurlijk onwijs gezellig. En inderdaad, het is heel mooi weer. En ik ben met twee vriendinnen hier en het is heel gezellig. Ja. Is het de eerste keer of kom je altijd? Nee, ik ben ergens de eerste keer, een paar jaar geleden, ben ik hier ook al geweest. En toen was het wel anders en het is nu wel groter. En het voelt gewoon heel vertrouwd. Heerlijk, heel Heemskerks.